Kloor, los! Dit is een kaart uit het einde van de 18e eeuw van Groningen en Westerwolde. Nou ja, dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd, Groningen en Westerwolde. Hoezo wordt Westerwolde apart genoemd? Westerwolde is toch gewoon een stuk van onze provincie? Nou, ja en nee. In die tijd ligt dat iets anders. Westerwolde heeft eigenlijk als gebied een volledig eigen geschiedenis die losstaat van de rest van de provincie in zekere zin. De naam verraadt dat ook al een beetje. Het heet Westerwolde, terwijl het helemaal in het oosten van de provincie ligt. Dus Wester, ten westen waarvan nou dan? Nou, om dat uit te leggen moeten we terug naar de middeleeuwen. In de middeleeuwen was Westerwolde een zandrug, omgeven door moeras. Dus eigenlijk het eiland in het veen. En het was al honderden jaren onbevolkt geweest. En zo rond de 7e eeuw komen er dan mensen uit het oosten naar Westerwolde toe. Die mensen komen uit het stroomdal van de Eems. Dat gebied heette in die tijd Agredingo en de hoofdstad van dat gebied dat was Meppe. En die komen dan in Westerwolde wonen. En die mensen trokken dus het woud in het westen in, het Westerwolde. Nou ja, het hoorde dus eigenlijk veel meer bij het gebied ten oosten van Groningen, bij wat we nu zouden zeggen Duitsland. Maar hoe komt het dan dat het vandaag de dag toch provincie Groningen is? Om dat uit te leggen ga ik je wat andere stukken laten zien. Die eigendomsgeschiedenis van Westerwolde is best een complexe geschiedenis, maar we gaan er even met 7 mijlslaarzen doorheen aan de hand van een aantal stukken in onze collectie. Even kijken, hier La 12. In de late middeleeuwen komt de familie Addinga naar Westerwolde en die komt eraan de macht. Dat is een rijke adellijke familie uit het Reiderland, ten noorden van Westerwolde. Waarschijnlijk vluchtten ze voor de oprukkende zee. In die tijd waren er allemaal overstromingen en de Dollard werd steeds groter. Dus ze kwamen naar Westerwolde en vestigden zich in Wedde. Om precies te zijn het kasteel of de burcht in Wedde. Dit hier is een akte waarin de bisschop van Münster, die was eigenlijk de baas over het gebied uiteindelijk, die verklaart dat de burcht in Wedde wordt overgedragen aan de familie Addinga. Dit is in 1392. En het grappige is, je kunt dit eigenlijk nog lezen. Het is weliswaar een Duitse, maar toch leest het net als Nederlands. Wij, Hendrik van Godes genade, bisschop to Münster, verklaren dat nu inderdaad de burcht van de familie Addinga is. Die familie Addinga die lag niet zo lekker in Westerwolde. Er was altijd gedoe met de lokale bevolking, getouwtrek om de macht. Er is zelfs nog een keer een Addinga doodgeslagen. Ze zullen er ook niet zo rouwig om zijn geweest dat er in 1530 een nieuwe machthebber kwam. Dat was Karel, hertog van Gelre. Ik heb hier een stuk uit die tijd, uit 1531. Een akte waarbij Karel van Gelre een ambtenaar aanstelt in het gebied, want die macht had hij nu ook. Laten we er even naar kijken. Kijk, even zien. Ja, hier staat het. Hij benoemt Elzo van Veenhuis tot onze richter in onze land van Westerwolde. Karel van Gelre had niet heel lang plezier van zijn bezit van Westerwolde. Het werd een paar jaar later alweer veroverd door Karel de Vijfde. Dat was de koning van Spanje en de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Daarmee kwam Westerwolde eigenlijk bij de rest van wat we nu Nederland noemen. Het was allemaal bezit van de koning van Hispanje. Hij ging het niet zelf besturen, die Karel de Vijfde, maar hij leende het uit, zoals dat dan heet, aan de graaf van Arenberg. En die werd dus de lokale bestuurder. Nou ja, daar kwam met de Nederlandse opstand verandering in. De Nederlandse opstand begon eigenlijk in 1568 met de slag bij Heiligerlee. En die graaf van Arenberg die had de kant gekozen van Spanje, van de opvolger van Karel de Vijfde, Philips II. En hij vocht bij die slag bij Heiligerlee en kwam daarbij om. Nou, nu heb ik hier een stuk in de kast liggen van een jaar na de slag bij Heiligerlee. Dit is uit 1569, dat de opvolger van de graaf van Arenberg, zijn zoon, ook weer de graaf van Arenberg, Karel van Arenberg, dat die wordt bevestigd als de machthebber in Westerwolde door Philips II. Dit is dus een akte getekend door Philips bij der gratie Godes, koning van Castille, van Leon, van Aragon, van Navarre, van Napels, de hele mikmak. En die bevestigt hier dat inderdaad de graven van Arenberg de baas zijn in Westerwolde. Een paar jaar later, in 1593, gebeurde het volgende.
Het leger van de opstandelingen onder leiding van Willem Lodewijk van Nassau verovert Westerwolde. Je ziet hier, het Statenleger valt Wedde binnen. En daarmee kwam het dus aan de kant van de opstandelingen. Hoewel Westerwolde nu dus veroverd was door de opstandelingen, was nog steeds de graaf van Arenberg de officiële eigenaar van het gebied. Maar ze konden niet komen en dat was natuurlijk super onhandig. Daarom besloot ze het maar te verkopen. En hier heb ik een heel bijzonder stuk dat daarmee te maken heeft. Dit is een hele mooie oude charter met een enorm zegel. Daarin kun je zien dat degene die het heeft gezegeld heel belangrijk was. En dit komt van de infante van Spanje. Dat was de kroonprins. En die gaf hier toestemming aan de graaf van Arenberg om het gebied te verkopen. En ze verkochten het aan Willem van den Hoven. Dat was een hele rijke Hollandse doopsgezinde koopman. Kijk, hier staat het. Albert en Isabella, infante van Spanje. En dan staat hieronder dat ze toestemming geven om het gebied te verkopen. Nou, Willem van den Hoven die kocht dus Westerwolde. En als je afvraagt hoe die man eruit zag, hier hebben we een plaatje van hem. Hier staat het ook. Willem van den Hoven, heren van Wedde, Westerwolde, Bellingwolde, Blijham, etc. Nou, Willem van den Hoven had eigenlijk hetzelfde probleem als de graaf van Arenberg voor hem. Namelijk dat hij niet zo welkom was in Westerwolde. Dat komt eigenlijk vooral doordat hij nogal botste met de lokale bevolking op religieus gebied. Hij had daar hele andere ideeën over. Nou, hij koos eieren voor zijn geld en besloot het gebied te verkopen. Hij was trouwens niet zielig hoor, want hij had het gekocht voor 125.000 gulden. En 2 jaar later, in 1619, verkocht hij het alweer voor 140.000 gulden. Dus dat is een goed rendement. En hij verkocht het aan de stad Groningen. Nou, daar is hij dan eindelijk. De koopakte waarmee Westerwolde definitief Oost-Groningen wordt. Maar is het dan ook echt onderdeel van onze provincie? Nou, nog niet helemaal, maar daar hebben we het in een ander filmpje over.